Geld is vaak de grootste drijfveer voor criminele bendes. Daarom is witwassen belangrijk voor ze. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk? In ons mooie Brabant gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. We staan bekend als epicentrum van drugsproductie. Een handel waar miljarden in omgaan. Een harde en meedogenloze wereld die dichterbij is dan we denken. In deze serie onderzoeken we wat er speelt in Brabant. Je ontdekt hoe je een antenne kunt ontwikkelen om duistere zaken te herkennen. En we zien hoe jij en ik samen kunnen strijden tegen ondermijning, zodat Brabant nog veiliger wordt. Dit is Brabant onder de radar. Met drugscriminaliteit wordt bizar veel geld verdiend. Maar aan dat geld heb je als crimineel eigenlijk helemaal niets. Je kunt het niet uitgeven, je kunt het niet op de bank zetten, want het is er officieel helemaal niet. En dus moet je het witwassen. En dat witwassen, dat gebeurt op de gevaarlijke scheidslijn tussen de onder- en de bovenwereld. Ik weet wel dat het gebeurt natuurlijk, tuurlijk. Mensen die dan echt grote BMW's en allerlei soorten auto's hebben en dan, wat doen ze eigenlijk? Die had het goed zijn best gedaan, denk ik dan. Dat is zijn wereldje, dat is zijn leventje. Prima, toch? Zolang ik er geen last van heb. Ik denk op het moment dat er echt bedrijven bewust witwassen, dat heel schadelijk is. En ik denk dat die net zo hard aangepakt zou moeten worden als de criminelen zelf, omdat het net zo crimineel is. Een misdaadonderneming werkt in grote lijnen hetzelfde als een gewone legale onderneming. Maar er is één groot verschil. Waar een legale onderneming aan het eind van de dag het verdiende geld gewoon naar de bank kan brengen, moet een misdaadonderneming dat eerst witwassen. Daar worden ook legale bedrijven voor misbruikt. Contante aankopen van dure kleding, schoenen, sieraden, zelfs auto's. Daarnaast worden er ook bedrijfjes opgezet, puur en alleen om geld wit te wassen. Hoe schoon het ook klinkt, witwassen, het gaat dus om crimineel geld. Het heet zo uit de bloeitijd van de grote Amerikaanse maffiafamilies. Die kochten wasserettes op, om zo'n verklaring te hebben voor de grote sommen cashgeld die ze hadden. Het werd daar figuurlijk wit gewassen dus. Hier in Brabant zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren met kapperszaakjes, zonnestudio's, autoverhuurbedrijven. Je ziet er eigenlijk nooit iemand, het licht brandt er alleen 's nachts, maar op papier komen er heel veel klanten. We zetten in de boeken, ik heb 2000 klanten die 20 euro afrekenen, dat is 40.000 euro. Er is helemaal niks gebeurd in die zaak, maar het is 40.000 euro in de boeken. Wordt er zoveel haar geknipt in deze stad? Nou, dat is vaak niet het geval, er wordt vooral veel geld wit gewassen. Als je heel veel geld verdient met de productie van drugs, dan wil je dat geld ook graag uitgeven. Nou, dat kan niet zomaar, dus heb je manieren nodig om te doen alsof het een legale herkomst heeft. En er zijn heel veel trucs voor. Er zijn mensen die gaan naar het casino om daar hun criminele geld in te leveren en doen alsof het gokwinsten zijn. En wat een hele bekende is, is dat je doet alsof je heel veel omzet gedraaid hebt. En wat ook helpt is dat je naar het buitenland gaat. Dus je neemt je cashgeld mee en dan stort je het daar. En dan ga je daar weer transacties mee verrichten in een ander land waar ook weer de controles niet zo goed zijn. Ja, en zo kom je dan uiteindelijk weer aan je legale geld. Dan lijkt het een legale herkomst te hebben. We zijn zojuist gestart met een controle mobiel toezicht veiligheid. Dat doen wij om grensoverschrijdende criminaliteit en illegale grensoverschrijding tegen te gaan. Paspoort, identiteitsbewijs alsjeblieft. We weten dat de afgelopen tijd veel geldcouriers zijn onderschept. Tijdens dat het voertuig eigenlijk werd meegenomen, zagen ze dat hij iets uit het raam gooide. En dat bleek uiteindelijk een zak met geld te zijn. En die hebben ze meteen aangehouden voor witwassen. We hebben hier op Hazeldonk grote vangsten gedaan, dat mensen gewoon in hun tas tienduizenden euro's bij zich hebben. We hebben ook een paar ton aangetroffen laatst bij een controle. Dat zijn wel zaken waarbij je gewoon denkt van yes, we hebben er weer wat te pakken en dit is wat je van de straat wil halen. Eenvoudig witwassen, daar staat 4 jaar gevangenisstraf op. Dan heb ik het over de maximumstraf. En als je er een gewoonte van maakt, dan staat er 6 jaar gevangenisstraf op. Nogmaals, maximumstraf. Steeds vaker worden criminelen niet alleen vervolgd, maar worden ook de spullen die ze met crimineel geld hebben gekocht van ze afgepakt. Welkom bij de afpakactie van de Blauwe Dag. Dit is het voertuig, een Mercedes S-klasse, dagwaarde 50.000 euro. Ja, daar zijn we heel erg op gericht om niet alleen voor de gevangenisstraf te gaan, maar vooral ook om dat geld terug te halen. Goedemorgen.
Laat u de voordeur weten, want ik heb politie. Goedendag, politie. Licht aan. Licht aan. Politie! 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 Nee, hij gaat me zien. Okay. Klein kind in de kamer. Oké. Okay. Jij wordt aangehouden. Voor witwassen, als jij je rustig houdt, houden wij ons ook rustig. Goed? Ja. Oké. Okay. Zorg eerst voor het kindje, is het belangrijkste. Hij zal moeten verklaren hoe heb ik het betaald, waarmee heb ik het betaald. En als hij daar geen goede verklaring over kan geven, dan wordt het lastig. Dat voertuig wordt in beslag genomen en dat wordt uiteindelijk overgedragen aan de domeinen. Bij de domeinen worden de spullen bewaard die in beslag zijn genomen. Net zolang totdat er een uitspraak is van een officier of een rechter wat ermee wordt gedaan. Of ze gaan terug naar de eigenaar als het onterecht is afgepakt, of ze worden verkocht op een veiling. Zo staan er veel auto's, maar ook motoren en zelfs dure schoenen en tassen. Iemand die een winkel heeft en hele dure kleding verkoopt, als die daar mensen binnen ziet komen die met grote pakken geld cash gaan betalen voor hele dure kleding, ja, die zou ook ongewild bij witwassen, want eigenlijk is dat ook een vorm van witwassen, daarbij betrokken kunnen raken. Boven de 10.000 euro cash ben je verplicht om te melden dat iemand die transactie heeft gedaan. Maar als iemand steeds komt en steeds terugkomt met iets kleinere bedragen, maar opgeteld is het wel heel erg apart wat daar gebeurt, dan kun je dat ook melden. Want als je ziet hoeveel het ons kost aan belastinggeld, wat normaal zeg maar afgedragen zou worden, dan denk ik dat we er allemaal wel slachtoffer van zijn. We doen verschillende controles, onder andere bij accijnsverkooppunten. Accijns is een nationale belasting hier in Nederland en die wordt gegeven over bepaalde soorten goederen, zoals bijvoorbeeld brandstof, tabakswaren en alcoholhoudende dranken. En wat wij dan met name doen is het vaststellen, heffen en innen van de verschillende accijns. Op 1 kilo waterpijptabak, of de shisha-tabak, zit al 160 euro aan accijns. We hebben wel eens bijvoorbeeld 40 kilo in beslag genomen. Dat dan maal de 160 euro aan accijns per kilo. Als we vragen naar de herkomst of facturen, ja, ze kunnen ons nooit iets laten zien. Het is altijd cash betaald. Ja, en wat dan het gevolg is, dat we een heleboel accijns mislopen. En dan worden de goederen in beslag genomen en kan eventueel nog een naheffing van de accijns worden opgelegd. Vaak komt er een verzoek vanuit de politie om deel te nemen aan een integrale controle. Dat zijn dan de politie, belastingdienst, gemeente, NVWA en natuurlijk wel als douane. Vertelt iedereen vanuit welk perspectief hij of zij deze controle doet. Dus dan kunnen andere handhavingspartners ook meteen in de gaten houden waar jij naar kijkt. Bij de Shisha Lounge houdt dit bijvoorbeeld in dat we gezamenlijk naar een locatie gaan. Iedereen bekijkt vanaf zijn eigen perspectief, waardoor je samen sowieso veel meer ziet. Wij kijken dan naar de verschuldigde accijnzen, maar de politie constateert misschien andere strafbare feiten. De gemeente controleert weer op vergunningen. En zo heb je samen met z'n allen een grotere zaak tegen deze ondermijnende criminaliteit. Ja, wij werken natuurlijk van nature samen met de politie altijd. Maar de Belastingdienst is voor ons wel steeds belangrijker geworden als het gaat over het terrein van witwassen. Omdat zij natuurlijk kunnen laten zien wat mensen op papier zouden moeten verdienen. En dat is voor ons natuurlijk een hele belangrijke informatiebron. En verder met de gemeente samenwerken, met de banken samenwerken is voor ons ook heel erg belangrijk. En we werken ook samen met mensen die in cryptocurrency handelen. Want wij willen ook heel graag weten hoe het zit met het virtuele geld. Want dat is ook een nieuwe bron waarmee je wit kunt wassen. Hoeveel geld moet er eigenlijk wit gewassen worden? Nou, als we alleen al kijken naar de synthetische drugs, gaat het over heel veel geld. Want de wereldwijde afzetmarkt voor drugs die geproduceerd zijn in Nederland is bijna 19 miljard euro. Dat is een bedrag met 9 nullen dus. Dat is net zoveel als de hele begroting voor alle lagere en middelbare scholen in Nederland. We gaan naar de tweede locatie toe, waarbij we weten dat die meneer geen inkomsten heeft en wel een voertuig op naam. Dus dit voertuig gaan we in beslag nemen en alle tweede verdachten zullen worden aangehouden.
aangehouden voor witwassen. U bent ook aangehouden voor witwassen, u bent echt een advocaat. Hoe moet ik dat doen dan? U gaat met ons mee naar het bureau. Dit gaat echt over de lui die dat toe doen. Daar stoppen we heel veel energie in. Wat we vaak doen is informatie verzamelen rondom personen. En als een onderdeel daarvan is een melding van meldmisdaad anoniem, dan hebben we weer een extra bevestiging dat het niet in orde is wat daar gebeurt. En dat maakt ons alert en dan hebben we attentie of aandacht voor die persoon of voor die situatie of voor die loods. Ja, hebben we in Brabant wel een beetje de neiging om te zeggen, ja, maar ik ga niet klikken. Dan heet het ook meteen klikken. Maar ik denk bij mezelf, je doet jezelf zo tekort. Want het kost ons met z'n allen ontstellend veel belastinggeld. Je wordt er alleen maar armer van met elkaar. Als je dat hele illegale circuit in stand houdt. En dat doe je ook door in zo'n situatie niks te zeggen. Dus ja, bel misdaad anoniem. Praat met de wijkagent. Vertel de gemeente dat je het niet pluis vindt. Dat kan ook. Maar doe iets. In deze aflevering hebben we laten zien dat witwassen een stuk minder onschuldig is dan het klinkt. En dat er bizar grote bedragen in omgaan. Geen wonder dus dat de criminele top uit alle macht probeert om deze handel overeind te houden. Desnoods met geweld. Niet alleen binnen eigen kring. Ook journalisten, advocaten en burgemeesters moeten soms vrezen voor hun leven. Wij willen niet dat al dat geld weglekt. Dat geld waar we normaal gewoon scholen, perken, van alles voor kunnen bouwen. Dus we hebben daar ook burgers bij nodig. Een oproep is, meld ons wat je ziet. Help mee. Doe mee.